Welkom bij Porsche Centrum Twente in detail. Vandaag gaan we het hebben over elektrisch rijden. Links van mij staat de Taycan Sport Turismo en rechts van mij staat de Panamera e-Hybrid Sport Turismo. Een volledig elektrische auto en een deels elektrische auto. Qua vermogen liggen ze dicht bij elkaar. 476 pk voor de Taycan, 462 voor de Panamera. We gaan de verschillen eens even bekijken. Rij en luister je mee. Maar mocht je volledig elektrisch rijden toch nog iets te spannend vinden, heeft Porsche sinds 2013 eigenlijk al de gerolde middenweg. Een brandstofmotor en een elektromotor. De Panamera of de Cayenne. Een 6-cilinder of een 8-cilinder met een boel vermogen, veel rijplezier, maar toch ook de mogelijkheid om in ieder geval zo'n 40, misschien wel 50 kilometer volledig elektrisch te rijden. Dat zorgt dat je gewoon heel flexibel bent. Je denkt gewoon mee, je rijdt gewoon lekker groen, je rijdt gewoon elektrisch. Nou, op het moment dat je het graag wil, hoef je eigenlijk maar één ding te doen. Knopje in en gaan. Vandaag neem ik jullie mee in de wereld van de Taycan Sport Turismo. Ik zelf ben echt onwijs fan. Rijwegligging is subliem, ligt super strak op de weg, mooi in de bochten. Het is natuurlijk een hele serene auto, want ja, aan de ene kant misschien mis je de motor qua geluid, maar daardoor geeft hij je ook wel weer een bepaalde rust en kalmte onderweg. Echt iets bijzonders om te ervaren. Voor degene die wel nog geluid willen ervaren, we hebben de Electric Sport Sound optie. Je ziet hier de optie staan. Als ik erop klik, kan ik kiezen uit, maar in dit geval wil ik hem aan hebben. En dan krijg je toch meer dat Porsche feeling en geluid erbij. Het is natuurlijk niet de motorgeluid zoals de Panamera waar Anne-Jan jullie iets over vertelt. Maar het geeft wel net even die bite, net even dat stukje extra. De actieradius van het model is overigens ook erg interessant. Het is momenteel rondom de 380 à 440 kilometer wat je kan afleggen. We zien met de nieuwe modellen die momenteel geproduceerd worden dat het nog weer iets opgerekt wordt. Dus je ziet ook daarin het actieradiusbereik wordt steeds groter. De drie eigenschappen waar je een Porsche altijd natuurlijk aan de binnenkant herkent is de starten aan de linkerkant, de toerenteller in het midden en het sportchronoklokje op het dashboard. Ja, die middelste is natuurlijk wat lastig in de Taycan. En ook hier doet hij het regelmatig niet. Want als je elektrisch rijdt, ja, dan draai je geen toeren. Maar op het moment dat je aan het knopje draait en de brandstofmotor komt erbij, ja, dan begint hij. Ja, de Taycan is echt een nieuwe auto voor ons. Het is ontzettend digital allemaal. Dus bijvoorbeeld je klimaatbediening. Als ik hier op het huisje klik, dan staat er bij airconditioning de optie dat ik met de lamellen eigenlijk digitaal kan verschuiven. Dus als ik dit verplaats, dan voel ik ook de richting van de luchtstroom veranderen. Ja, het zijn allemaal net weer nieuwe gadgets. Ik hou daar heel erg van. Ik vind dat heel erg tof. En je ziet gewoon weer dat we een nieuw tijdperk zijn aangegaan met deze Porsche. En welke keuze je uiteindelijk ook maakt, het kan allebei. Want in allebei de modellen staat er gewoon een hele mooie sporttoerisme. Een ruime gezinsauto waar je in ieder geval met 4-5 man gewoon lekker op vakantie kunt. Voor iedereen die zegt dat de Taycan geen Porsche is, die nodig ik echt graag uit om eens bij ons te komen proefrijden. Want ik weet zeker dat je daarna je gedachten daarover verandert. Alles is gewoon helemaal tot in de details fantastisch gemaakt. Dus wat dat betreft, kom het een keer ervaren en kijken.